Opstand in Den Haag, opstand tegen de rekenmeesters. Een aantal politieke partijen overweegt om bij de volgende verkiezingen het verkiezingsprogramma niet, niet meer te laten doorrekenen door het Centraal Planbureau. En die doorrekening die gold altijd als de economische lakmoesproef voor iedere serieuze partij. En de politici lieten zich ook maar altijd graag door het CPB kronen tot bijvoorbeeld banenkampioen of koopkrachtkampioen. Meer dan enige andere partij laten we zien dat het VVD-programma extra werkgelegenheid creëert. We zijn de koopkrachtkampioen, wederom, eh, niet alleen voor lager, maar vooral ook voor de middeninkomens. Die gaan op ons gewoon op vooruit en goed op vooruit, beste van alle programma's. De partij van de arbeid die bezuinigt het meeste, maar vernietigt ook het meeste banen. Zo'n resultaat wilden wij niet. Inderdaad, als je in 2040 een baan wil hebben, dan kan je beter op de VVD stemmen. Maar wil je volgend jaar een baan, dan wil je volgend jaar economische groei, wil je volgend jaar meer geld in je portemonnee, ja, dan kan je toch beter op de PvV stemmen. Ja, ik snap wel dat ze mee willen stoppen. Al dat is het flauwe Maar je moet niet alleen de one-liners afgaan, je moet het ook even doorlezen. Ja, 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 dat nee, doet het CPB voor ons dus. Ja, het CPB rekent dat netjes door. Ja, ze ze willen het niet meer. daar hebben ze wel Waarom? verschillende redenen voor. We, ze zitten eigenlijk al een beetje ja, met verschillende redenen op de fiets. van Ja, Het CPB kijkt echt met een te nauwe blik: alleen maar. Naar ja, het economisch model van het CPB en daar vertrouwen we niet meer. Maar mee. wat, wat doet het CPB precies verkeerd dan? Welke, welke variabelen worden niet goed meegenomen volgens de Nou, partij? dat scheelt nogal aan welke partijen het voorlegt. Maar bijvoorbeeld, uh, Sipan Buma die heeft, van het CDA die heeft al in, twee, in januari gezegd: we la, als eerste eigenlijk, we mm -hmm. laten het misschien niet meer uh, doorrekenen. Want die zei: ja, de arbeidsmarktvergelijkingen in het model. Sluiten niet goed aan bij onze politieke visie. Dat is eigenlijk een verdraaiing van, door mij van zijn woorden, moet ik eerlijk zeggen. Uh, hij zei: het ging dan vooral over die, uh, die aanrechtssubsidie. Uh -huh. Dus de subsidie, volgens sommigen, op uh, eenverdieners. Dus vrouw werkt niet, man werkt wel. Ja, die betalen in Nederland relatief veel belasting. Daar was toen heel veel gedoe over bij het, uh, het akkoord over die 5 miljard lastenverlichting, daar moest de CDA en de ChristenUnie moesten meedoen, ja en die wilden dan nou wat meer geld voor uh, één gezinnen met maar één inkomen. En het CPB rekende dat door en in één keer was alle banengroei van die hele 5 miljard was van tafel. Nou daar zijn ze heel boos over geworden en ze zeggen ja misschien is dat een reden voor ons om niet meer mee te doen. Klein Christelijk denkt er dus ook zo over. En GroenLinks is een ander verhaal. We kennen dat natuurlijk allemaal nee die. nee met He? economisme, We kennen allemaal oh, ja, ja ja. Jesse Klaver, de nieuwe topman daar tegen het economisme. Dus een debatje weer hem over gehad, toch? Ja, ik ja. was het niet met hem eens. Hij was een economist natuurlijk. <laughs> nou, het, het, Bij hem is economisme het idee dat je alles in cijfers kunt vatten. je ben ik het op zich wel mee eens. Het moet meer gaan over politieke ideeën en niet over cijfers. Ja, dan is wat het CFB natuurlijk doet het ultieme... Uh, ja, economisme. En ook uh, Mirjam de Rijk, die is een oud-senator en oud-voorzitter van GroenLinks, die schreef onlangs nog een groot stuk waarin ze zei CPB heeft ongezond grote invloed op Nederland. Nou, D66 is ook ontevreden, vooral met de manier ze, waarop het CPB wil omgaan met investeringen in onderwijs, of uitgaaf onderwijs. Mm -hmm. Het is alleen maar een kostenpost, zegt D66, terwijl het ook moet leiden op termijn tot economische groei. Daarvoor doen we het. En daar krijgen we eigenlijk geen punten voor terug. SP heeft weer andere bezwaren. Die zien natuurlijk toch ook als een, een neoliberaal model, dat van het, uh, van het de CPB, waar ja. ze toch ook altijd minder goed uitkomen dan ze denken. Maar het, ja, maar, het helpt ja. ons toch met het maken van keuzes. Waarom doet het CPB het niet voor ons? Want ze doen het kennelijk voor die partijen. Het CPB, CPB krijgt opdracht van de partijen en daarom doen ze het. Ja, ja. Dat is, ja, dus als ze geen opdracht meer krijgen, dan zullen ze het ook niet doen. Want partijen kunnen zelf aangeven dus, van of ze het willen laten doorrekenen of niet. Dus niet dat CPB het automatisch doet. Nee hoor, het hoor, nee, CPB doet dat niet zelf. Het CPB doet het op verzoek van... De partijen die zeggen: Wij willen wil je dit doorrekenen, zeggen ze nou dat doen we. En dat deed in het begin in 1986 80, toen het net begon. Deed een paar partijen dat inmiddels doen ze het bijna allemaal. Ik geloof, de Partij van de Dieren de laatste keer alleen niet heeft meegedaan. Zelfs de PVV, die eerst niet meedeed, deed nu wel mee. Ja, het was eigenlijk onontkoombaar geworden omdat in debatten, als je niet jijzelf had laten doorrekenen, dan kreeg je dat om de oren. Dan zeiden ze: We weten niet eens wat u eigenlijk wil, want u bent niet doorgerekend. Ja, het probleem is natuurlijk dat je nooit dat model nooit zo complex krijgt als. De echte maatschappij, dus het wordt altijd een abstract. Daarvoor is het model. Ja, maar daar vakte we ook vanaf het begin af aan altijd al kritiek op van die partijen. Die zeiden: Ja, maar ons dingetje doet het net niet goed. Er moet meer milieu in, er moet meer onderwijs in, of er moet meer andere arbeidsmarkten in. En de CPB heeft er elke keer vrij braaf naar geluisterd en heeft steeds die exercitie uitgebouwd en uitgebouwd, totdat het zo'n dik boekwerk was met inderdaad prognoses voor de arbeidsmarkt in 2040, prognoses over het onderwijs in 2070. Ja, dat moest wel, omdat, ze het, ja, omdat dat gevraagd werd. Maar ze doel ook een beetje voorbij. Dat schoot het grootste doel voorbij. Ja. Ik kreeg discussies over het onderwijs in 2070. Nou, dat heeft niet zoveel zin. Nee. Toen heeft de CPB gezegd, we nodigen experts uit. Dat hebben ze in 2013 gedaan na de verkiezingen. Wat willen jullie nou eigenlijk? En ze hebben een, een soort evaluatie gedaan. Ze zeiden, we gaan weer terug naar de basis. We gaan het weer simpel maken. Ja nu zeggen al die partijen, ja, maar we wilden het niet simpel, we wilden het juist voor die anderen simpel, want, maar voor want, mij ingewikkeld. Want hun punt komt er net niet goed uit. Maar hebben die partijen ook niet het punt? Want ja, de werkelijkheid is meer niet te vatten in een model. Uh, ja, en op sommige dingen is misschien best wel terecht wat af te dingen. Nou, dat vind ik ook. Ik vind ook dat in Nederland het echte politieke debat soms doodslaat. Dan hebben ze het inderdaad alleen maar over wie de banenkampioen is. Terwijl, ja, wij willen weten, wat wil je nou met de arbeidsmarkt? Hoe moet die er nou uitzien? Wat is nou je idee daarover? Welke theorie hang je aan? Of welke ideologie? He, om maar zo'n heel vies woord te gebruiken. En dat lukt niet met dat CPB-model, waar alles gewoon keihard economistisch in cijfertjes moet worden uitgedrukt. Ja. Dus ze hebben wel wat af te punt. Maar het helpt dan ook misschien wel weer uh, de kiezer... Om de plannen toch een beetje op de merites te beoordelen. Want ja, ja, je hebt vooral de journalist volgens mij. Is het zo? Nou, het is echt fantastisch dat het CPB dit altijd doet. Voor ons, voor, voor mij in elk geval. Ik weet niet hoe jullie er ook over denken. Als je een verkiezingsprogramma leest, dan zijn dat vaak holle woorden. Plannen die een beetje vaag zijn geformuleerd. Als je doorgerekend wil worden, en dat is de grote kracht van die doorrekeningsexercitie, dan zegt het CPB: Wat bedoel je nou precies? Want dit kunnen wij niet in ons model krijgen. Dit is een vage kreet. Wat bedoel je nou precies? hoeveel procent, hoeveel miljard. En dan eigenlijk als je de verkiezingsprogramma's opzij gooit... maar je leest alleen maar de bijlagen bij dat boekje van het CPB... waarin de echte plannen staan, met cijfers erbij... Ja, dan, weet je het. dan weet je wat ze willen. Maar staan er in, in wat ze bij het CPB aanleveren... dan ook andere dingen dan in een verkiezingsprogramma? Nou, dat gebeurt wel. Ja, er zijn altijd nuances, maar soms is het ook heel groot. De SP bijvoorbeeld, die, die, die had de laatste verkiezingen... zeiden die van kom niet aan de 65 jaar. We willen de, de, de pensioenleeftijd op 65 houden. Keek je de doorrekening... bleek dat ze de pensioenleeftijd wel degelijk aan het verhogen waren. Ja, en dat moesten ze wel doen, omdat anders andere plannen niet goed uit het model kwamen. Dus die voelden zich gedwongen. Ze hebben het ook eigenlijk meteen weer bijna teruggenomen. Maar dat, dat is mooi, een soort consistentiecheck op je plannen. Kan maar het eigenlijk het, wel. Maar dan zoemelen ze er dus valt. ook mee. Met de gegevens die ze aanleveren. Nou, je, je, aan, aan ons de taak dan om, om, om dat morgen... beide te lezen. Het verkiezingsprogramma en die CPB-doorrekening. Ze proberen wel zo gunstig mogelijk uit te komen door bepaalde ja. dingetjes nou, daar van is, kant op te doen. Daar is eigenlijk de koning daarvan, was, uh, was een fractiemedewerker van GroenLinks. Bart Snels. we hebben er nog echt mee gefeliciteerd. Die ontdekte in de jaren negentig al, door je kunt dat model gewoon eens lezen als je een econoom bent. En dat was hij. En dan snap je wel aan welke knoppen je moet draaien ja, ja. om er goed uit te komen. En ja, toen had de CPB, had het plots in GroenLinks de beste cijfers op het gebied van op begrotingstekort, want die hadden gewoon... En dat is daarna iedereen gaan doen. Dus daarmee is ook weer ja, de, de invloed van dat model misschien wel te groot geworden. Ze schrijven nu een verkiezingsprogramma voor het model van Nederland... en niet meer voor Nederland zelf. Oké, okay. dus wat, wat wordt de uitkomst hiervan, denk je? Ze durven partijen het aan om... Uiteindelijk te zeggen van oké, okay, we laten het niet meer doorrekenen? Ik denk het uiteindelijk niet. Kijk, nu lijkt er een grote groep te zijn die niet mee wil doen. Uh -huh. Alle grote partijen hebben het eigenlijk wel gezegd, behalve de VVD. Maar als daar een paar van toch weer overstappen, ja, dan ben je toch weer die sukkel bij de verkiezingsdebatten die het niet heeft laten doorrekenen. En dan gaan ze weer toch met z'n allen tegen jou zeggen van jij was zelfs te laf om even de rekenmeesters aan het werk te zetten. Dus ik denk dat dit een leuke poging is om een soort coalitie tegen het CVB te smeden. Uh, maar ik denk uiteindelijk dat ze toch uh, eieren voor hun geld kiezen en dat ze toch gewoon weer het hele circus krijgen.